Je kunt die Oekraïne een criminele onderneming noemen. Je kunt het ook een. Weet je niet dat we eigenlijk in vanwege het boek van Overy, dat we dat, die thematiek hebben besproken van dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een imperiale oorlog was. Waarin drie naties, namelijk Japan, Italië en Duitsland, niet waar oorlog hebben gevoerd, omdat ze ook een imperium wilden hebben. Italië in Afrika en Duitsland in Centraal-Europa en de westelijke Sovjet-Unie en de Japanners in China. Nou, die oorlog is door die drie partijen is die totaal verloren. En dat zijn ook geen imperiale mogendheden meer. Sterker nog, als je Italië nu imperiaal zou noemen, dan worden we een beetje lacherig van natuurlijk. Duitsland is natuurlijk ja, als export technisch nog wel een imperiale mogendheid, maar daar praten we niet op die manier over. Maar wat je natuurlijk vergeet, als je het over die Tweede Wereldoorlog hebt, dat een andere imperiale mogendheid, namelijk de Sovjet-Unie, die oorlog gewonnen heeft, of mede gewonnen heeft. En die ook die oorlog gebruikt heeft om zijn imperium aanzienlijk te vergroten, namelijk door Centraal- en Oost-Europa te bezetten. Wat het geval is geweest, zoals wij alle weten, niet waar, tot, nou ja, globaal gerekend tot het najaar van 89. Of zo je wilt, tot 91. En toen heeft de Sovjet-Unie onder leiding van Gorbachev besloten dat ze eigenlijk dat die uitbreiding van het imperium niet echt nodig hadden en dat het ook veel geld kostte en dat het efficiënter was om dat nieuwe stuk van het imperium af te stoten. Maar ondertussen was de Sovjet-Unie nog steeds een imperiale staat. Vergeet niet dat als je daar aan de grens staat, niet waar, dat je dat Vladivostok, het loopt door tot Vladivostok. Ja. Het is een gigantisch land. Eigenlijk een beetje onbeheersbaar en onregeerbaar land, maar nog steeds een imperiale staat. Wat Poetin doet, wat hij denk ik verdedigen, als hij een oude man is en in het verzorgingshuis terechtkomt, als hij dat tenminste haalt, dan zal hij zeggen, ja wacht nou even, ik behartig de imperiale belangen van het grote mythische Rusland. En die Oekraïne die moet geen praatjes hebben, die hoort gewoon tot het imperiale, grote, machtige, vanzelfsprekende en mythische Rusland. Dat is zijn thematiek. En dat die Oekraïners de boel in de steek gelaten hebben, dat vindt hij vervelend. Ja, maar het geldt ook voor de Wit-Russen en zo, maar goed, de Lukashenko die heeft hij ondertussen al ingepakt en die lui in Kazachstan ook. Maar dat zal een problematische zaak blijven. Maar wat Poetin doet, is een imperiale politiek voeren. En je kunt daar, als je wilt, nog wel een nog veel ongelukkige conclusie aan hechten. Namelijk, vraag je nou eens af wanneer ooit Rusland een democratisch bestuur heeft gehad. Een fatsoenlijk, functionerend, democratisch bestuur. Nooit. Laten we even beginnen in de late 19e eeuw. Het is altijd een repressief, gewelddadig systeem geweest. Nou ja, zoals we weten, de Bolsjewieken die de arbeiders kwamen bevrijden, hebben 20 miljoen Russen vermoord. Ja, die wouden niet luisteren en zo, daar moet je ook niet, hè. Ja, die Bolsjewieken, dat is mensen die iets geloven, die zijn vaak levensgevaarlijk. Toen, denk ook aan Stalin natuurlijk, en zuiveringen, vandaar ook dat wat Poetin nu zegt, dat je ook denkt, zuiveringen. Landverrader. Nou, toen kwam Khrushchev in de jaren 60. We moeten dit even in grote stappen doen. Toen kwam Khrushchev in de jaren 60 en zei, ja, we kunnen niet zo doorgaan. We moeten toch een deelte van die mensen die we op hebben gesloten in die gulag, die moeten we maar vrijlaten. Je mag opstandige pamfletjes, die mag je schrijven en laten drukken. En romans die kritisch zijn mogen ook verschijnen. Dat heette dooi. Het was dooi. En iedereen dacht, want elke keer tuinen we er namelijk weer in, dacht, ach, eindelijk wordt Rusland een normaal land, waar normale dingen mogen en je niet voortdurend, als je toevallig van oesters houdt, wordt opgesloten of uit het land geknikkerd of ik weet ik veel wat. En nou ja, we weten hoe dat afgelopen is. Khrushchev is tenslotte afgezet in 1964 en die is vervangen door Brezhnev. En ja, dat is wel een hele, die is ook treurig geëindigd. Hij was eigenlijk verslaafd geraakt aan allerlei geneesmiddelen. En
Nou ja, zijn grootste liefde was een collectie dure auto's. Dat dan weet je ook al dat iemand wel eens een beetje voorbij het laatste paaltje is, zal ik maar zeggen. Toen kwam Gorbatsjov, een hele wonderlijke man. Want dat we wouden ook aanvankelijk niet geloven dat het een wonderlijke man was. Dat veel Amerikanen zeiden, ja, je kunt ze nooit vertrouwen. Eerst doen ze aardig en dan hebben ze je uit de tent gelokt en pang, dan slaan ze je. Nee, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het grote verschil tussen Gorbatsjov en dat geboefte in dat politbureau was dat het een fatsoenlijke man was. Hoe het gods mogelijk is geweest dat ze een fatsoenlijke man hebben gekozen als leider van de Sovjet-Unie, dat blijft tot op de dag van vandaag raadselachtig. Hij maakte natuurlijk een efficiënte managerial indruk en hij was optimistisch en dynamisch misschien dat het was. Nou ja, en op goede gronden, naar mijn idee op zeer goede gronden, heeft Gorbatsjov besloten, dit moet afgelopen zijn, dat die repressie en het geweld moet afgelopen zijn. Ik geef ze de vrijheid in Oost- en in Centraal-Europa. En ook in de Sovjet-Unie zelf wou hij hervormingen. De bekende perestroika enzovoort. Door inzichtelijkheid, het moest beter en anders. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is. Ten slotte is Jeltsin aan de macht gekomen. Afgezien van zijn liefde voor de alcohol, een totale andere figuur dan Gorbatsjov, namelijk wel toch een onderdeel van het klassieke geboefte, niet waar wat de bolsjewistische Sovjet-Unie leiding gaf. Jeltsin is verdwenen in de alcohol en heeft tenslotte op de valreep, niet waar zijn toenmalige minister-president Poetin plotseling tot president, een soort coup. Poetin is president geworden. Aanvankelijk dachten we ook weer, je zou wel kunnen beargumenteren dat wij misschien in de jaren 90 dat aftakelende Rusland wat meer hadden moeten helpen en ondersteunen. Goed, dat hebben we dus niet gedaan. Maar dat wordt ons vaak ook nog verweten. Sterker nog, we hebben de NATO toen uitgebreid, waar veel oppositie tegen was, terwijl je achteraf moet zeggen, je kunt niet anders dan concluderen dat we daar groot gelijk in hebben gehad, dat we dat gedaan hebben. Dat geeft nu althans voor de Baltische Republieken en zo, geeft dat toch wel een soort van geestelijke steun. Ja, aanvankelijk was Poetin, dat je ook bij Poetin dacht, nou, dat gaat wel de goede kant op en zo. En nu heb je allerlei mensen zeggen, ja, hij heeft ons zand in de ogen gestrooid. Want hij heeft altijd al die imperiale gedachten, die heeft hij altijd al gehad. Ik vind dat vaak wel erg makkelijk om dat te zeggen. Maar ja, ik had mezelf in de tijd helemaal niet erg over nagedacht, moet ik bekennen. En geleidelijk aan is Poetin, zodra het duidelijk werd dat hij niet zo populair meer was, hij was aanvankelijk heel populair, ja, is dat regime steeds repressiever geworden en gewelddadiger tegen mensen die het er niet mee eens waren. En nu zijn ze op een punt gekomen dat je kunt lezen dat het neo-Stalinisme in feite in Rusland begonnen is. Zal de gulag niet terugkeren, denk ik, hoop ik, je weet het absoluut niet. Wat was dat? Nou, al die concentratiekampen waar ze dus de tegenstanders van het regime in opsloten. Maar dat is dan nu toch nog in Siberië? Nou, ik geloof de gulag in zijn traditionele vorm, die bestaat niet meer volgens mij. En al die mensen die protesteren en die worden vastgezet, je vraagt... Ja, die worden allemaal opgesloten. Ik weet niet wat ze daar precies mee doen, maar die worden allemaal opgesloten. Het moet daar druk worden, want zelfs als je een wit blaadje... Nou, ik denk dat die na enige tijd weer losgelaten worden. Oh, want die mevrouw die ook van het nieuws met dat bord, die is geldboete tot nu toe. Die moest €280 betalen. Zoiets, ja. 118.000 roebel of zoiets, ja. En ze kan nog voor het verspreiden van valse informatie vastgezet worden. Ik wens haar het allerbeste toe. En ik hoop dat ze een geweldige betrekking in het Westen aangeboden krijgt voor zo'n ongelooflijk dappere daad. Ik had het niet gedurfd, dat kan ik je wel zo vertellen. Nee. Maar als je al op straat... Maar dus ja, je moet denk Poetin zien als een soort verlaten editie van waar die drie naties waar we het over gehad hebben, Duitsland, Italië en Japan, mee bezig waren. Het Russische imperium bestaat nog steeds. En Poetin denkt dat het vertrek van Oekraïne uit dat imperium een enorme slag voor dat imperium is. En wil dat imperium handhaven en eventueel ook de wat afgebrokkeld is, wil hij er weer bij trekken. Gaat hem dat lukken? Nee. Kijk. Je hebt het bekende onderscheid tussen hard power en soft power. En hard power is dat je met een leger iets doet. En dit zijn die kanonnen waarmee ze die arme flats in elkaar paffen. Dat is
hard power, dat lijkt altijd op het eerste gezicht enorm indrukwekkend. Denk aan de Duitsers in 1940, aan de Japanners, 1931, aan iets als de Italianen. Maar uiteindelijk wint altijd soft power. Als je wil weten waarom Japan, Duitsland en Italië zo totaal verloren hebben, dan is dat soft power, namelijk het enorme productievermogen, vooral van de Verenigde Staten, maar ook Engeland heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Ja, ze zijn outproduced, zoals dat heet. Dat is de reden dat ze de Tweede Wereldoorlog zo grondig hebben verloren. En die hard power van Poetin, dat denken we nu, oh jee, en dat kan heel vervelende gevolgen hebben. En we hebben diep meelijden terecht met die mensen, dat is allemaal waar. Maar de soft power van de Rusland stelt niets voor. Wat verstaan we onder soft power? Productievermogen, innovatie, democratie, nou ja, de hele zante kraam. Rusland heeft geen soft power. En voor zover ze al enige vorm van soft power ooit hadden, zijn ze nu bezig om dat natuurlijk naar de bliksem te helpen. Ja. Denk je dat Poetin een voorbeeld heeft in een tsaar die hem is voorgegaan? Nou, hij is steeds bezig om nogal eenzijdige interpretaties van de Russische geschiedenis aan te bieden als redenen voor zijn optreden. En dat begrijp ik wel, want ja, ook de hele Russische geschiedenis is vol van onderdrukking, geweld en repressie. Denk aan de pogroms en Ja, maar denk je dat hij zichzelf met Stalin vergelijkt? Nou, dat zou best kunnen zijn, want je weet uit allerlei onderzoek bleek, vooral natuurlijk nadat er zoveel veranderingen zich hadden voltrokken in Rusland in de jaren 90 en zo, dat Stalin enorm populair was. Een soort vader des vaderlands. Nou ja, met die bekende praatjes, toen was het rustig op straat en onze pensioenen werden uitbetaald, was niet veel, maar toch. Dat idee, want natuurlijk de grote massa van de mensen is geïnteresseerd in routine en stabiliteit. Ja. Maar jij zegt niet in ingrijpende en onverwachte veranderingen. Ja, maar jij zegt hij is niet populair, dat is wel afgenomen, maar nog steeds staat 70% blijkt uit peilingen achter hem in Rusland, ook voor deze... Ja, dat is waar, die zijn natuurlijk ook omvangrijk gemanipuleerd door de staatsmedia. Dat zal wel, maar dat kan naar mijn idee vrij makkelijk omslaan. We hebben dat natuurlijk ook gehad met de interventie in Afghanistan. En die tenslotte ook een vrij belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ineenstorting van het bolsjewistische regime. Er zijn ook geluiden van mensen die denken van nu door dit voorval en alle sancties vanuit het Westen wordt Rusland een provincie van China. Dat is een hele grote provincie. En dan kan China van profiteren? In die zin, dat is het al lang. Het is een mini-economie. Dat moet je niet overdrijven. Maar het is een betrekkelijk kleine economie. Daar hebben we het al meerdere malen over gehad. De Duitse economie is drie keer zo groot als de Russische. Soft power wint. Kan even duren, maar soft power wint altijd.